Hallo, ik ben Saskia de Koster en ik zou graag reclame maken voor een bepaalde auteur die een van mijn eigen favorieten is en die met ieder boek of ieder kort verhaal voor mij dan toch echt bewijst dat zij redelijk onovertroffen is. En wie is die persoon? Ja, het is een vrouw en het is. Is dat nu een spiegelbeeld? Anne Wright. Zij is al heel lang aan het schrijven. En dit Actress is haar meest recente boek. Daar ben ik nu in bezig. Heb ik nog niet helemaal uit. Maar ook een goed idee, nu en altijd eigenlijk, is podcasts. En de New Yorker, die hebben een heel leuke podcast. Gewoon de His Writer's Voice. En daar lezen auteurs in hun eigen kort verhaal. Dus heel simpel, maar geeft wel iets extra's voor mij, omdat Anne Wright ook met heel veel verve haar eigen verhaal brengt. Vooral het meest recente heet Night Swim. En waar zij dus echt in uitmondt, is familietaferelen. Heel gewone dingen, iets waar we. Huiselijkheid en hoe die doorbroken wordt. Maar dus in die Night Swim. Is de situatie een moeder die haar zeurende zoon naar een vriendinnetje brengt in de auto. En die jongen die kan niet ophouden met zo van die vervelende vragen stellen. Dus hij stelt daar heel de tijd voor dilemma's. Zou je liever in de lava verdrinken of een beker lava drinken? Zou je liever. En op den duur zit die vrouw gewoon wat te mijmeren achter haar stuur. Wordt dat iets heel. Intiem zijn herinnering aan vroeger die zij heeft, die ook wel een macabre of een duister kantje heeft. Maar dus zo'n heel klein, simpel tafereeltje kan zij tot iets wonderlijks onttoveren. Iets diep menselijks. En dat doet ze ook in Actress. Dat is een anders van opzet, maar dat is het verhaal van een dochter die eigenlijk in een brief, een lange brief is, die roman aan haar man, waar ze al heel lang mee getrouwd is. Dus heel stabiel, heel. Vast en zeker van de liefde. Ze vertelt hem over haar eigen moeder. En haar moeder is een totaal andere figuur. Een actrice die dus een enorme hang naar aandacht had. En ook zit die dochter heel de tijd te worstelen met die vraag van wanneer was ze nu. Wow, ik ben al lang aan het praten. Wanneer was ze nu echt mijn moeder? Of speelde ze die rol? Acteerde ze dat? Dat krijg je heel mooi mee. En nog een fijne extra vind ik bij Anne Wright altijd. Zij is enorm grappig. Ik ga ophouden. Gewoon, lees dit werk.